Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Vij en aan de andere kant van de lijn Sander Jansen. Goedemorgen Sander. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij was gisteren bij de wedstrijd tussen NEC en Heerenveen. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. We gaan ook het meest gelezen item gaan we straks ook uitgebreid bespreken. Dat is namelijk iets rondom Erik ten Hag, Matthijs de Ligt en een doelpunt dat viel wat niet in goede aarde viel. Maar daar gaan we straks komen daar uitgebreid op terug. Wij beginnen even met een rondje Eredivisie en dan starten we natuurlijk bij de koploper. PSV op bezoek bij AZ. Eindelijk een topwedstrijd voor PSV. Gaan ze dan punten verliezen en dan pakt Müller-Mölf heel snel een rode kaart. En is het geen topduel? Dus we kunnen stellen, weer geen topduel voor PSV. Ja, ik had eigenlijk de verwachting van, AZ uit, dat moet dan toch wel een test gaan worden voor PSV. Maar in de eerste 10 minuten was dat op zich ook zo. Hè. Het was best wel gelijk opgaand. AZ kreeg wel wat kansen. Ja, dan kreeg je dat moment met Müller-Wolven, waar volgens mij na afloop nog over werd gediscussieerd van, was het nou terecht rood of niet? En was het wel echt een overtreding? Ik denk dat er weinig twijfel over bestaat, want hij hield gewoon vast. En het is een doorgebroken speler, dus dan is het rood en heel erg dom van die speler. Hij begreep het zelf volgens mij niet zo. Maar dit moet hij gewoon niet doen. Als hij daar niet vasthoudt, dan is er niks aan de hand. Dan kan Til alsnog vallen, maar dan is er geen overtreding. Puur door dat vasthouden is het dat wel. Ja, dan verpest je eigenlijk de hele wedstrijd. Ja, dat is het eigenlijk. Hè? Want je hoopt dat ze eindelijk getest gaan worden. Dat is eigenlijk een wedstrijd kijken van, hoe goed is PSV? Nou, nogmaals, ze waren ook in die eerste 10 minuten ook al gewoon goed als een prima eerste 10 minuten van beide kanten overigens. Want volgens mij kreeg AZ ook al vrij snel een mogelijkheid. Toch is dat wel echt gewoon zonde. Want je krijgt daarna een eentonige wedstrijd waarbij AZ het heel compact houdt. PSV continu in balbezit is. En dan blijft er weinig meer over van een echte wedstrijd. Dan zie je natuurlijk alsnog de kwaliteit van PSV. Dat ze wel door Tiemann heen spelen. Hè. Er zijn ook ploegen die daar genoeg moeite mee hebben. Het was wel zo dat PSV meteen ook erin had liggen. Dus dan is al die twijfel is dan ook wel aan eind. Ja. Ik moet zeggen dat de tweede helft dan wel heel erg tegenviel. Daar was Bos ook niet tevreden over. Op zich kon je dat ook wel natellen, zeg maar, dat hij daar niet blij mee zou zijn. Want dat is meestal wel, hè, als ze winnen en er gaat dan iets in een helft of zo. Of in een half uur niet helemaal goed. Dan is Peter Bos er als eerste bij om zich daar kritisch over uit te laten. Dus dat begrijp ik wel. Vind ik op zich nog best wel knap dat AZ nog terugkomt, hè, tot 1-2, net iets te laat. Maar het was niet echt leuk om naar te kijken. Nee, zeker die tweede helft niet. Nee, precies. Overigens, het meest gelezen item op V Pro was de analyse van Pieter Zwart over Guus Til. Dat was de loper die in dit geval was hij van grote waarde bij PSV tegen AZ. Nou, wil je daar meer over weten waarom PSV dus ook mede heeft gewonnen, niet alleen vanwege het tiental van AZ, maar ook de loopactie van Guus Til, gaat dan vooral naar VI Pro. Dan moeten wij het vooral even hebben over, er was natuurlijk veel te doen de afgelopen periode over de reactie van Bos bij Makkeli. Dus PSV in de media, hoe gaan ze daarmee om? Dan heb je de gebaartjes van Noah Lang. Dan wordt daar uiteraard naar gevraagd bij Peter Bos. En dan is de reactie van Peter Bos, hij heeft fantastisch gevoetbald en hij wil het over niets anders hebben dan het voetbal. Wat vond je ervan? Ik vond het persoonlijk sterk. Zeker. Ja, ik vind sowieso na die hele zaak Makkeli, zeg maar, dat je wel merkt dat Bos een soort showtje opvoert, zeg maar. Zo van, ik geef hele korte antwoorden en misschien niet helemaal antwoord op de vragen die ik krijg. Dat was ook volgens mij vrijdag tijdens de persconferentie, hè, voor de wedstrijd. Ja. Was dat ook wel, daar ging het natuurlijk ook over Makkeli, dat kon hij verwachten. Alleen daar zat hij volgens mij niet echt op te wachten om daar nog een keer op in te gaan. En dan merk je wel dat hij daar ook geen zin in heeft. Zeg maar. Je hebt ook trainers die dan wel antwoord geven en gewoon eerlijk zijn en zeggen wat ze vinden. En Bos doet dat normaal gesproken ook wel, maar nu, ik denk dat hij er nu gewoon even klaar mee is. Zo van, ik mag niks zeggen. Want anders krijg ik er misschien een straf voor. En begrijp ik op zich wel. En gisteren was hij ook vrij kort af. Ik denk dat hij ook zoiets heeft van, gaat het weer over de maniertjes van Noah Lang, zeg maar. Terwijl hij ook gewoon heel erg goed voetbalde. Maar het is ook een beetje onze taak om daar vragen over te stellen. Dus het is een beetje zoals het werkt in media en journalistiek, zeg maar, in het voetbal. Maar ik snap ook wel dat Bossa nu na die hele zaak Makkeli even klaar mee was. Ja, eens. Gelukkig hadden we Marco Timmer wel in het stadion. Die was samen met Kaloum en nam een video op voor VI Pro. Daar ging het over het gedrag en het voetbal van Noah Lang. En ik vond eigenlijk de conclusie, het is een hele eenvoudige, maar die Marco stelt is gewoon duidelijk. Van Noah Lang kan heel goed voetballen, maar als je Noah Lang binnenhaalt, dan heb je ook dit erbij. Dit zit in het pakket van Noah Lang. En tuurlijk, je kunt er altijd over hebben, nogmaals, iets wat opvalt in een wedstrijd, dat kan en dat zou je ook moeten kunnen bespreken.
De vraag is alleen, wordt het een repeterend verhaal bij ieder moment dat dat gebeurt, dat we daarover gaan hebben. Ik kan me niet voorstellen dat het gedrag van Noah Lang gaat veranderen. Het hoort bij hem. Hij provoceert volgens mij graag. En dat zit in zijn karakter en daar kunnen we van alles van vinden. Maar als je dan met momenten ziet in de eerste helft hoe hij weer voetbalt. En dan wil ik het toch wel over het voetbal hebben. Van de gebaartjes, ja, daar kunnen we van alles van vinden. Maar goed, dat is al veelal besproken. Maar de voetballer zelf blijft wel echt met momenten echt wel indrukwekkende dingen laten zien, hoor. Ja, nee, zeker helemaal eens. Dat is echt een speler die uit het niks ook iets kan creëren. Hè. We weten allemaal wat hij kan. Ik denk ook wat je zegt dat ook klopt, hè. Dat ga je niet eruit krijgen. Dat hebben al zoveel trainers geprobeerd. Maar ja, dat zit gewoon in zijn karakter. Op zich is daar ook niks mis mee. Hè. Alleen, ja, we moeten ook niet doen alsof het helemaal normaal is. Hè, omdat dat te provoceren nee. En zo. Dat zegt Luc de Jong wel dat dat niet richting het publiek was. Maar ja, iedereen kan wel zien wat hij doet. En ja, het publiek dat daar ook op reageert. Dus we moeten, ja, het is een beetje tweeledig. We moeten niet doen alsof het allemaal normaal is, maar... Nee. Ja, je moet ook niet denken van het is Noah Lang, dus dan kan het. Zeg maar. Dus ja, ik denk dat we bij andere spelers daar ook kritisch naar kijken. En dan moeten we niet doen zo van het is Noah Lang en dan maakt het niet uit. Maar ik denk dat niet aan de orde is, Sander. Briljant. Ik denk alleen niet dat dat per se aan de orde is. Ik denk dat inderdaad dat het gedrag is ook niet normaal. En als ik voor mezelf spreek, gewoon irritant om naar te kijken. Mm-hmm. Alleen het is wel het pakket. Het gaat gewoon niet veranderen bij hem. Ja. Nee, zeker, zeker. Maar volgens mij zijn er ook wel meer mensen die zich daaraan ergen, zeg maar. En dat snap ik ook wel. Maar ja, wat je zei op het veld, wat hij doet, laten we het vooral daarop focussen. Ik hoop ook dat hij dat doet, hè. Dat hij gewoon... je kan ook scoren en op je eigen manier juichen en niet per se het publiek provoceren. Ik denk als hij dat zou doen, dat hij daar alleen maar beter van wordt. Ook met zijn imago, zeg maar, richting de buitenwereld. Ja, dan gaan we het nu hebben over Feyenoord. Feyenoord ging op bezoek bij Go Eagles in Deventer. Maakte volgens Prieske indruk. Sterker nog, hij gaf aan dat het spel van Feyenoord de perfectie benadert. Laten we de 4-0 er eens bij pakken, Sander. We zagen een combinatie met korte paas, lange pases. Van de ene kant naar de andere kant. De voorzet ook weer contra. Er zat echt zoveel voetbal in. Tenminste, ja, ik heb van die 4-0 echt genoten. Alleen het eerste wat bij mij opkwam is bij het zien van de 4-0, bij het zien van de wedstrijd, de samenstelling van het middenveld. Ik denk van, als Feyenoord toch eerder dit op orde had gehad, dan hadden we wellicht kunnen spreken van de titelstrijd. Ja, eens. Die aanval was wel echt genieten inderdaad, ja, die 0-4. Ik moet zeggen dat Go Ahead er ook wel heel erg weinig tegenover stelde. Dat viel me ook wel heel erg tegen, maar Feyenoord was echt sterk. Heel dynamisch, heel energiek. Veel kantwisselingen, wat je ook al zei. Hè. Goede passes, goed druk zetten ook. Hè. Ze zaten er echt heel kort op. Maar ik denk wel dat het een beetje inherent is aan het Feyenoord van dit jaar. Hè. Dat Prieske natuurlijk is begonnen. Die was een beetje zoekende. Zocht naar zijn formatie, zocht naar zijn opstelling. Dat heeft gewoon tijd nodig. Hè. Dat zeggen trainers dan vaak. Maar ja, ik denk dat ook gewoon zo is. Veel nieuwe spelers, best wel veel wisselingen. En nu zie je dat hij langzaamaan wel zijn opstelling aan het vinden is. Hè, met het middenveld wat wel redelijk staat. Nou, je hebt in de aanval ook wel aardig. Zeg maar. Ueda kun je dan nog afvragen. Gaat hij misschien nog eruit voor Carranza? Jiménez staat daar normaal gesproken natuurlijk. Maar verder. Ja. Trauner in de verdediging in plaats van Belen. Dat is nu ook weer een wijziging die hij heeft doorgevoerd. Dus langzaamaan gaat hij richting zijn echte basiself. Zeg maar. Dat zag er tegen Go Ahead heel erg goed uit. Ik moet wel zeggen dat het wel maar één wedstrijd is. Hè? Dus we moeten maar kijken hoe dat de komende weken weer gaat. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat bijvoorbeeld tegen Benfica gaat. Hè? Of dat het dan ook net zo goed uitziet. Ja. Als ze dat kunnen, dan kun je wel echt vertrouwen gaan winnen. En dan ben ik wel benieuwd wat er nog kan gaan gebeuren de komende tijd. Maar ja, titelstrijd, daar hoeven we nog niet over te spreken in ieder geval. Maar ik kan me niet voorstellen dat we daar überhaupt nog over gaan hebben. Dat PSV gewoon significant beter is dan de rest. Maar los daarvan, ik vond het middenveld dan echt wel opvallend in het geheel van Feyenoord. Timber na afloop had het ook over, een ongelukkige week bij Oranje. In die zin dat de laatste wedstrijd tegen Duitsland werd hij in de rust gewisseld. Gaf ook aan van als je international bent, wordt er anders naar je gekeken. Kritischer naar je gekeken. Dan vind ik het wel knap. En nogmaals, je zegt terecht, Go Ahead Eagles was ook matig. Dat je dan na zo'n week... dan wel zo'n reactie geeft. Ja, dit was wel een beetje de Timber die we willen zien. Hè. Die afgelopen seizoen ook wel vaak zich zo liet zien. Ik merkte dat hij ook wel echt zoekende was. Dat is op zich ook niet zo gek hè, als je met twee nieuwe spelers staat, zeg maar, die je ook nog niet zo helemaal goed kent. Met Wang en Milambo. Milambo kent hij natuurlijk wel, maar goed, dus als basisspeler is dat ook nieuw. Dan is dat niet zo gek dat je nog een beetje de afstemming zoekt met elkaar van hoe moet je dat dan gaan invullen.
En ook niet vreemd dat hij bij Oranje nog wat zoekende is. Hè. Daar komt hij natuurlijk ook eigenlijk pas net kijken. Met een middenveld wat ook heel anders was dan normaal. Dan is het voor hem wel lekker dat hij nu dit kan laten zien. En ook gewoon weer de timber laat zien die hij afgelopen seizoen heel vaak was. Dat hij dat kan, dat weten we wel. Alleen ja, dan moet je het nog iedere week laten zien. Maar dit is een goede stap voor hem. Maar ook voor hem laat het maar zien tegen bijvoorbeeld bij VK op Champions League niveau. Ja, eens. Dan gaan we naar jouw wedstrijd, Sander. Tenminste, naar de wedstrijd waar jij bij aanwezig was. Niet zozeer jouw wedstrijd. Ja. NEC Heerenveen. NEC wint met 3-0. We hadden het voor de opname er even over. Het was niet zozeer dat de NEC nou echt zo waanzinnig goed speelde. Gewoon een prima wedstrijd. Het was geen goede wedstrijd van beide kanten. Maar goed, je geeft ook aan van de spreekkoren met Van Persie. Dat je echt denkt van, dit is wel pijnlijk. Ja. Ja, ik had in het begin met Van Persie zoiets van, ik denk wel dat hij meer krediet heeft dan Van Wonderen, hè, omdat het, dit ziet er wat aantrekkelijker uit, het is aanvallender, er is een andere instelling waarmee hij ze het veld opstuurt, de spelers. Maar op een gegeven moment is dat krediet ook bij supporters op, als je niet presteert. Hè. Alles hangt samen met presteren en wat ze gisteren lieten zien tegen NEC viel wel echt heel erg tegen. Ik moet zeggen dat de eerste helft van beide kanten echt heel erg slecht was. Dan had NEC het geluk dat ze die goal van Vitor van Krooi maakten natuurlijk in de tweede minuut. In de tweede helft zie je dat NEC wel ietsje sterker is. Als dan die 2-0 valt, dan gaat Van Persie aanvallen. Want dan wil hij natuurlijk voor de 2-2 gaan. Hij wil altijd voor een resultaat gaan. Bij de eerste de beste aanval van NEC ligt het helemaal open achterin. Ligt de 3-0 erin, dan kun je inpakken als Heerenveen zijnde. Dat is wel pijnlijk voor Van Persie. Hij heeft wel in te veel wedstrijden tot nu toe tegen tegenstanders van je verwacht dat ze wel punten moeten pakken, heeft die punten laten liggen. Sowieso in uitwedstrijden nog niks gepakt, hè, tot nu toe. Dat geeft ook wel wat aan. En dat helpt het ook niet echt mee dat hij dan een dag voor de wedstrijd nog zegt van we moeten voor de Europese play-offs gaan. En ik denk ook dat het kan. En misschien zelfs wel rechtstreekse plaatsing. Daar leg je ook wel heel erg veel druk bij zo'n ploeg. Ik weet niet of dat heel realistisch is nu om dat te gaan verwachten. Ik denk niet dat ze echt in degradatienood gaan komen. Het zegt wel wat de supporters nu ook een beetje er klaar mee waren. Hè? Zo'n 3-0 bij NEC, die denken van allemaal leuk en aardig met dat aanvallende voetbal wat je wil spelen. Maar er moeten ook punten gepakt worden. En dan kun je Van Persie zijn en dan kun je heel erg aantrekkelijk voetbal willen spelen. Maar ook dan krijg je de supporters tegen je. Ja, ik vind hem een beetje dubbel, Sander. Want aan de ene kant denk ik van, fijn gewoon een trainer die heel uitgesproken is over zijn visie, uitgesproken is over ambitie. En nogmaals, of het wel of niet realistisch is. Ik denk dat Van Persie vanuit zijn verleden in de top... Hij speelde altijd om prijs of om Europees voetbal en hij weet niet beter. Maar los daarvan, als je dan kijkt naar speelwijze, hij wil in ieder geval echt een handtekening zetten. En ik vind dat ook vaak wat te prijzen. En nogmaals, natuurlijk, alles is gekoppeld aan resultaat en je krijgt altijd een bepaalde tijd en hoeveel tijd dat is. Maar hoeveel tijd krijg je dan uiteindelijk precies, weet je? Want vind jij het niet al heel vroeg om nu al te zeggen van dat die spreekoren er zijn en misschien... Ik weet ook niet hoor wat de exacte tijd is. Maar voor mij voelt het als vroeg. Is ook wel redelijk vroeg. Hè? Na 9 wedstrijden om dan nu al zo op hem in te hakken. Zeg maar. Ik denk eigenlijk dat het vanuit de media nog wel meevalt. Hè? Maar ik denk, supporters is ook gewoon een emotionele reactie na zo'n wedstrijd 3-0. Misschien dat ze, als ze over een paar dagen terugkijken, dat ze zoiets hebben van, laat hem nog even de tijd geven. En misschien komt er wel wat uit. Want Heerenveen heeft ook hele goede wedstrijden gespeeld hè, tot nu toe. Ik denk dat die 9-1 bij de meeste mensen is blijven hangen. Maar ze hebben ook tegen bijvoorbeeld FC Groningen thuis gespeeld. Wat echt een hele goede wedstrijd was. Waarin ze 90 minuten domineerden. En echt het voetbal lieten zien dat Van Persie graag wil zien. Het enige dat je dan nog kan aanmerken is dat ze niet genoeg scoorden. Dat is sowieso nog wel een dingetje hè, met scoren met de Heerenveen tot nu toe. Dat lukt nog niet echt. Ik denk wel dat er potentie in deze groep zit. Maar ik vraag me wel af of het voetbal dat Van Persie zo graag wil spelen... Of dat iedere wedstrijd kan. Het kan wel in sommige wedstrijden. Bijvoorbeeld tegen mindere tegenstanders of tegenstanders die op een bepaalde manier voetballen. Maar NEC is net zo'n ploeg als Heerenveen eigenlijk. Ze willen ook altijd aanvallen, willen een beetje op dezelfde manier voetballen. Dan merk je wel dat heel erg moeilijk is tegen dat soort ploegen. Maar zou het dan niet moeten zijn, Sander, dat je met fases dat laat zien? Dat je wel elke wedstrijd de intentie toont om zo te voetballen. Maar dat je dan met fases, op het moment dat je dus de grip niet hebt, dat je dan even je plek in het veld erkent en dat je zegt van oké, we moeten even terug. Maar ik denk juist wel dat die handtekening vastgehouden moet worden en dat die daar zoveel mogelijk voor moet gaan. En dan moet je op een gegeven moment kijken van het beginpunt en halverwege de eerste seizoen zelf van oké, wat is de ontwikkeling van het team? En die lijn eigenlijk bekijken en op basis van die lijn ook gaan beoordelen.
Want ik zou het gewoon zonde vinden dat het te snel zou gaan. Want ik denk dat we met z'n allen blij moeten zijn dat we in ieder geval een uitgesproken trainer hebben. Iemand met een gewaagde speelwijze. Wat ook wel zorgt voor entertainment. En nogmaals, ik zei het net al, draait ook wel echt wel om punten. Maar ik hoop wel dat hij dermate veel krediet krijgt dat hij nog enige tijd gewoon de kans krijgt om te laten zien wat hij wilt en hoe het team zich daaronder gaat ontwikkelen. Eens hoor. Maar dat doet Van Persie ook wel een beetje al hoor. Ik denk dat die 9-1 ook wel een soort eye-opener was voor hem. Van ja, misschien is het niet handig om bij 4-0 of 4-1 nog vol op de aanval te gaan zoeken. Want ja, je kan ook te ver gaan daarin. Ik denk dat hij al een beetje afgeremd is daarin. Misschien dat het voor hem wel handig is om iemand met ervaring naast zich te hebben. Hè, die af en toe zegt van joh, nu moet je even dit of dat doen. Die hier en daar een aanwijzing kan geven. Want Van Persie is best wel koppig. Hè? Heeft gewoon een visie en houdt zich daaraan vast. En ja, het maakt eigenlijk niet uit wat er in een wedstrijd gebeurt. Dan kun je zeggen van nou, goed dat hij bij zijn visie blijft. Maar ja, wat we ook zagen bij AZ, als je met 4-5-0 achter staat, ja, dan kun je beter maar gewoon consolideren en vasthouden, zeg maar. Ja. Maar je merkt wel dat hij ten opzichte van de eerste weken al wel is bijgestuurd, zeg maar. Ik denk dat ook wel vanuit zichzelf is gekomen. Om niet altijd maar continu die aanval te zoeken, maar ja, op momenten dat te doen. Op momenten druk te zetten. En dat is echt wel anders ten opzichte van zijn eerste week hoor. En ook ten opzichte van de voorbereiding. Ja, misschien heeft Dick Advocaat tussen de Interlands van Curaçao wel tijd om even mee te kijken. Dat zou leuk zijn inderdaad. Ja. Nou ja, zo'n type ja, die gewoon kan meekijken. Ik weet alleen niet of Van Persie daarop zit te wachten. Hè, want dat is toch misschien, wordt dat gezien als een zwakte bot. Hè. Zoals, nu moet er een ervaren assistent naast zetten. Maar misschien dat het voor hem wel handig is om. Ja, of af ik kan me alleen sparren niet voorstellen. Iemand, ja. Ik kan me alleen niet voorstellen, ik heb wat interviews van Persie gelezen, die echt heel erg op zijn persoonlijke ontwikkeling ook zit als trainer. Ik denk dat hij met de nodige trainers, en dat is dan niet zozeer op het veld, maar gewoon op gezette tijden echt wel contact heeft om het hierover te hebben, om te kijken van wat zou ik kunnen doen. Van Persie zou wel gek zijn als hij geen advies zou inwinnen bij de mensen waarin hij het verleden mee samengewerkt heeft. En dat zijn natuurlijk niet de minste. Dus ik denk dat hij op de achtergrond echt wel de nodige contacten heeft om dit soort zaken ook te bespreken. Nee, zeker. Maar dat zou natuurlijk ook kunnen. Hè? Dat je af en toe gewoon met een andere trainer spart. Ik denk ook wel dat hij dat doet. Maar je merkt gewoon dat training is een ervaringsvak. Hè? Dat merkt hij nu ook wel. In de eerste weken deed hij misschien dingen net wat anders dan nu. En eens ook nog een beetje zoekende met zijn opstellingen. Hè? Nu toch ook weer Noppert onder de lat in plaats van de Hart. Ja. In de verdediging had hij ook weer wat anders gedaan. Dus het is nog een beetje zoekende. Wat Foppe de Haan ook zei op VI Pro. Hè? Op zich is dat ook niet zo heel erg gek. Nee, je moet nu toch wel zo langzamerhand wel echt punten gaan pakken. Want het wordt wel een beetje penibel als je nu naar het aantal punten kijkt. En 16e, dat staat ook niet echt lekker. Ben je wel pas 9 wedstrijden onderweg. Maar goed, dat doet toch ook iets met de beeldvorming. Misschien ook wel iets met het vertrouwen in de ploeg. Maar het is echt veel te wisselvallig tot nu toe. Ja, we gaan het volgen. En laten we hopen dat hij nog sowieso de tijd krijgt om te laten zien wat hij van plan is met Heerenveen. Dan gaan we naar het meest gelezen item op vi.nl. Ten Hag was gisteren bij de wedstrijd van Manchester United tegen Brentford not amused, om het maar in het Engels te verwoorden. En dat ging om het feit dat Matthijs de Ligt vlak voor de rust tijdens een corner weer naar de kant moest. Had een hoofdwond na een duel met Cher. De scheidsrechter van dienst dacht dat het nog steeds aan het bloeden was. Volgens de nacht was het opgedroogd bloed. Het resultaat is wel dat van de Ligt staat aan de kant, de corner valt erin. Ja, en van Ten Hag haalt natuurlijk aan, mijn organisatie klopt niet. En het is gewoon onterecht dat de Ligt naar de kant gaat. Wel grappig hoe dan weer zo'n klein detail, laat maar zeggen, wat voor gevolgen dat dan weer kan hebben. En nu is de discussie van hoofdwond of niet, opgedroogd bloed of niet, hoe gaan we dat oplossen? Maar ja, ik snap de irritatie op zich wel. Zeker. Het is ook een beetje een ongelukkige samenloop van omstandigheden, zeg maar. Dat je net een verdediger mist bij een corner en dat dan die corner binnenvalt. Het is natuurlijk wel vaker dat de speler nog langs de kant is om behandeld te worden en dat er even wordt doorgespeeld. Ja, dan is het nu net de pech van United en Ten Hag dat die bal ook echt erin valt. Ik heb het eerlijk gezegd niet gezien dat moment of het ook echt opgedoogd bloed was. Hè, of dat het nog een. Nee, ik kon je ook niet zien in de samenvatting. Ook niet tijdens de live wedstrijd kon je dat niet goed zien. Ik geloof Ten Hag meteen als hij het zegt. Maar ik snap dan wel dat de scheidsrechter zegt van laat je nog even checken. Als er toch nog bloed zit, van, dan moet je toch even. Want je weet het maar nooit dat het misschien tijdens die wedstrijd weer open gaat en dat je dan weer daarmee zit. Dus dat begrijp ik op zich wel. Ik snap ook wel de frustratie bij Ten Hag dat dan net weer die bal erin valt. Aan de andere kant, je wint nog maar 2-1, daar kun je ook trots op zijn. Zo is het, Sander. Dan zijn wij mooi rond. En dan, zoals we vaker zeggen, tot ZSM. Yes, tot ZSM.